Hallo? Ik heb hem, bijna! Het is hier binnen! Gebruik een supermove! Is dit? Is dit massa-ICD? Of collectieve epilepsie? Nee, erger nog. Het is hypermoncrawl! Iemand heeft onze winkel gepromoveerd tot een Hypermon gym. Wat? Nee. Hypermon? Dat is toch die oude game met die monstertjes? Dat is best oké. Okay. Ja, maar er is nu een nieuw mobile game van. Mobile gamen? Dat is als een pizza zonder iets erop. Ja, voor je toppings moet je extra betalen. En bij iedere hap? Nee. En bij iedere hap krijg je reclame. Hypermon Go is juist heel erg leuk voor kinderen. Veel kids gaan weer naar buiten, het brengt mensen samen en vreemde volwassenen die gaan met kinderen op pad op zoek naar al die diertjes. Het is hartstikke leuk, een soort urban safari. Ja, echt te gek. Kan je niet iets op de deur plakken van vandaag geen imbecielen? Hoe komen jullie dan binnen? We hebben tenminste weer meer klanten in de winkel. Als die maloten wat zouden kopen, ja. Die zijn alleen maar bezig met die beestjes. Hebben wij niet nog een promodoos met tradingcards achter staan? Ja, dat is een goed idee, die kunnen we verkopen. Nooit! Nooit! Dit is een gameshop, ja? Geen waardeloze stukjes kartonwinkel. Okay, Kees, dab. Als ze niks kopen, leg jij ze de winkel uit. Oké. Okay. Weer top... Nee! Topklantenbeleid dit. Je hebt me gevangen. Wat doe jij? Die bips is van jou. Niks. Speel je ook Hypermon Go? Ik speel het zelf niet, maar ik respecteer het wel. Isaku Yamuchi, de bedenker, is een genius. Hypermons zijn huisdieren die vechten voor de jongens. Je kunt verzorgen voor de meisjes. En je kunt verzamelen voor een nerd. Het raakt echt alles in ons reptiele brein. Het is jagen, verzamelen. Dat allemaal in een cutesy way. Het is gewoon een domme hype. Een domme hype die de wereld al 30 jaar in zijn greep heeft. En de games zijn nog maar het begin, hè. Die brengen wat? 20 miljard op. Maar alle merch? 60 miljard. Maar de Hypermon card, de trading card, de toppunt van geniale marketing. Zoals Kees zei, het is een waarloos stukje karton tot ze een Hypermon opplakken. Plots willen mensen er geld voor betalen. Sommigen gaan zelfs voor miljoenen. Hij present. Kijk deze. Wauw. Isako heeft een manier gevonden om kids massaal geld te laten verspillen. What a genius. Weet jij hoeveel happiness Isako de wereld heeft ingebracht? Wat als hij nooit Hypermons had bedacht? Kijk, dat zou een gemis zijn. Nou, volgens mij is het vooral een gemis dat Kees ons niet deze kaartjes laat verkopen. Hey, psst. Willen jullie iets leuks? Klinkt super fout. Hey, kids. Willen jullie iets leuks om mee te spelen? Het klinkt gewoon veel erger. Willen jullie Hypermon kaartjes kopen? Ja! Kleine tip, als je hem in de verpakking houdt en daarna doorverkoopt, dan kun je natuurlijk... Foolish girl. Hypermon kaarten! Oh. Dit is echt een soort koop voor kinderen. Oh my god, er zijn gewoon drugsdealers voor minderjarigen. Oeh, deze heeft echt hele mooie glitters. Wacht, is dat een Hachu? Spijt ik je de verkeerde kaart geven. Zou ik die terug mogen? Nee. Oké, ik geef jou 3 pakketjes. Voor die. Nee. De hele doos. Nee. Wat wil je ervoor? Een subwoofer. Subwoofer? Domme hond met een stereo als hoofd? Mm-hmm. Ja, ik heb wel een Flogel, maar dan wil ik wel je floeps. Ja. Ik wil van jou die vibrator. Yes. Dat is prima. Alleen wil ik van jou de gold digger. You gotta catch them all. Oh, kijk eens.
Hier is hij. Wat? Waar komen jullie vandaan? Hey, jij! Deze stof komt, weet! Wat? Jong! Ik heb de stempel! Ik heb de stempel! Juist, hij is hier! Juist! Oh, eindelijk! Kees, nee, luister. Alsjeblieft, hij is niet van mij! Ik heb geholpen! Mag ik de kaart? Laat me naar ruiken! Ik wil aanraken! Kees, alsjeblieft! Waar is dat brandje? Hier. Over 10 seconden. Prima dat je het in de fik wil steken. Snap ik. Het zijn rotkaarten. Behalve die bovenste kaart. Mag ik die, please? Smerige tradingcards. Dat zijn toch geen games? Games bestaan uit pixels. Ja, die zijn niet van papier. Kees, kids vinden dit gewoon leuk. Ze worden er knettergek van. Ze raken er verslaafd aan en ze worden er dom van. Zeg, het niet over alle games? Wat? Ja, het is onzin, Kees. Het zijn maar plaatjes en papier. Maar games zijn ook onzin. Het zijn eentjes en nulletjes. Pixels op een scherm die aan en uit gaan. Het is allemaal niks. Het is wat we er zelf van maken. We hebben echt al in tijden niet zoveel blij klant gehad in de winkel. En dat is toch uiteindelijk de reden geweest waarom je deze winkel bent begonnen, om jouw liefde voor games te verspreiden. Ik bedoel, misschien is het tijd om met de tijd mee te gaan. Het is tijd om jouw liefde door te geven aan de kinderen. Ik bedoel, niet op die manier. Je snapt wat ik bedoel. Gewoon, niet op de pedemon manier. Maar als deze kaarten gewoon de gateway drugs zijn naar de hard drugs die gaming heet, dan is dat toch prima? Kijk eens, Hachu. Je gaat papa veel geld opleveren. Wow. 3000 voor één kaart? Het kan nog veel meer worden. Het is echt ongelofelijk. Ik had nooit gedacht dat ik deze kaart zou vasthouden. Vroeger hadden we thuis nooit genoeg geld voor hypomons. Voor iets eigenlijk. Maar ik lag nachtenlang wakker. Te fantaseren dat ik deze kaart had. En dat ik dan naar de schoolplein zou gaan. En dat iedereen zou zeggen, wauw, Amin, wauw, gangster. Heb jij die? De held van de schoolplein. Die niet van de zijlijn hoeft mee te kijken. Weet je, Amin? Misschien hoef je hem nog niet te verkopen. Misschien kan je hem nog even zelf houden? Hoe moet ik er dan mee? Inlijsten? Hij wordt juist alleen maar meer waard, toch? Dus het is juist een verstandige zakelijke zet. Oh, je hebt gelijk. Ik hou hem in. Oh, alsjeblieft.